Anja en Katrien zijn twee gemotiveerde poetsvrouwen. Katrien is al meer dan 10 jaar onmisbaar in haar school. Anja blinkt uit in het buitengewoon onderwijs. En zeker daar is hygiëne van groot belang. Elke dag zijn ze als eerste op de school om klassen en gangen nog een beurt te geven, voor de leerlingen en leerkrachten toekomen. Mijn job is zo afwisselend dat ik eigenlijk nooit kan zeggen 's avonds van wat heb ik nu eigenlijk maar gedaan. Alleen dat of alleen maar dat poetsen. Er wordt geveegd, er wordt gedweild, materiaal aan de kant zetten, de hangpoets, de toiletzaal, vuilbakken, buiten ook een deel opvegen, ramen worden er ondertussen gepoetst. Door al die verschillende dingen kun je zeggen, ja, ik heb eigenlijk wel een goede dag gehad. Voor vele kinderen is het toilet de verschrikkelijkste plek op school. Maar dat is zeker niet het geval op de school van Anja. De toiletten en verzorgingskamer worden er meermaals per dag ontsmet. In een buzzelschool, zeker waar dat kleutertjes of kleine kinderen zitten, is het belangrijk dat alles goed ontsmet is. Omdat kinderen dragen vaak nog een pamper. En ze komen ook overal met nantjes aan. Dus ze nemen de kraan vast, ze geven elkaar handjes, ze nemen elkaar vast, ze nemen de juf vast. Dat is nu iets simpel, maar ze geven alles gemakkelijk door. Nu, je kunt niet alles ontsmetten, dat bestaat niet. Maar het is toch belangrijk als je begint bijvoorbeeld een verzorgingstafel, waar de verpleegster de kindjes oplegt en die dan moet een andere pamper aandoen, dat dat ervoor goed ontsmet is en ook daarna. Het is ondertussen 11:30 en Katrien houdt het poetsen even voor bekeken. Want elke middag brengt ze de kleuters naar de eetzaal. Daar zorgt ze ervoor dat de kleuters wat hulp krijgen tijdens het eten. En wie zijn bord leeg eet, krijgt een hoedje. Anja brengt dan weer de soep rond in de verschillende klasjes. En ook de afwas wacht op haar. Ik haal enorm veel voldoening uit mijn job. Want het is niet alleen dat kuisen dat voor mij belangrijk is. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Dat is mijn job. Maar vooral de kinderen zijn belangrijk. Ik ben eigenlijk van 's morgens, van 9 uur, tot diep in de middag omringd door de kinderen. Want overal waar dat ik ga, waar dat ik moet kuisen, zijn ze rondom mij. En ze praten tegen mij. Ik doe ondertussen mijn werk verder, maar ze praten tegen mij. Ik heb ook contact met de kinderen. Ik zeg ook al een keer iets. Bijvoorbeeld, er zijn kindjes die vragen, wat doe je? Waarom doe je dat? Mag ik dat ook een keer proberen? Ze kunnen het dikwijls niet, maar het is belangrijk dat je de mogelijkheid geeft om het een keer te proberen en dat je ook zegt, amai, dat heb je goed gedaan. Van 1 tot 3 hebben Anja en Katrien nog een druk programma. Trappen, gangen en vergaderzalen krijgen dan nog een stevige beurt. Het werk van een poetsvrouw zit er nooit op. Hygiëne is een werkwoord en meer dan waar ook op school.